toen alle kinderen geplaatst waren bij de mensen, ging ik bij de dominee achter op de fiets naar de familie Geert Pronk in Meppen. Ik kwam om 2 uur aan en werd er reuze gastvrij en vriendelijk ontvangen. Ze gingen juist eten en ik moest ook mee eten. Aardappelen met koolraap en spek en rookworst en pap toe. Geert Pronk en Willemtje Bonnen zorgen 70 jaar geleden voor Ed van der Burg uit Utrecht tijdens de hongerwinter van 44-45. Hij is dan 10 jaar. Ik zou graag nog een keer heel hartelijk dank u wel willen zeggen en een eerbetoon willen geven aan die generatie van mensen waarvan misschien nu alleen nog de kinderen nog leven en oud zijn, maar die toen hun huis en hun hart hebben opengesteld om dit soort kinderen uit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, in hun dorpen te ontvangen, te voeden en te kleden en ook vaak naar school te sturen. Ik heb toen heerlijk gemaft tot 6 uur. Daarna kreeg ik roggebrood met dik boter en stroop. Wij waren broeders. Ja toch? Ja, mooi, ja. We konden ook mijn ragel best met elkaar. Ik kreeg brood en melk. Oom en tante Pronk vonden het heel leuk dat ik melken kon en dat ik het verschil wist tussen een Belgische knol en een gewoon paard. Ja. En dan gingen we ekkelbieters borrelen. En dan heb ik hier de bongel. En daar de ekkelbieters, die zaten in de boom. En dat waren de meikevers. En die gooiden we dan, met die bongels gooiden we die uit de boom. En die deden we in een pot in en dan meenemen. Oom Pronk is een grote boer met 3 paarden, 9 koeien, 6 biggen en een groot varken. Als dat beest op zijn achterpoten staat, is hij nog groter dan ikzelf. Ik denk dat ik mijn ouders niet eens zo vreselijk gemist heb. Hoe gek dat dan mogen klinken. Tot op het moment dat uiteindelijk in juni mijn moeder eindelijk zover kwam dat ze ons kon komen halen. En het enige wat ik tegen haar zei toen ze binnenkwam was mooi.